Ook in Veendam wonen mensen met een hele bijzondere hobby. En wij spraken daarover eventjes met Bert Haan. Hoe is men aan de naam Borgwart gekomen? Nou, de naam Borgwart, dat houdt verband met de eigenaar van het hele concern. Dat was Karl Wilhelm Friedrich Borgwart, geboren 1898. En naar zijn naam is ook het hele concern vernoemd. Ja, Borgwart hebben we het dus over een prachtige auto, hè? Ja, ik vind een prachtige auto. En andersom is hij zeggen wat een scheidbak. Maar goed, dat is kwestie van smaak uiteraard. Ja, wanneer is de eerste Borgwart gebouwd? Nou, de naam Borgwart is eigenlijk in de eerste helft van de 50e jaren ontstaan. Maar meneer Borgwart bouwde dus ver voor de oorlog al auto's onder de naam Hansa, Goliath, Lloyd. En het was in de 20e jaren toen begon hij met een driewieler. Dat noemde hij destijds de Blitzkarren. Begon hij met een driewieler. Hij had een radiatorenfabriek. En hij wou daarmee verder. En toen is hij met een bakfiets, ja dat was het eigenlijk, een bakfiets met een motor erop. Dat was zijn Blitzkarren. En toen heeft hij overgenomen uit Noord-Duitsland het Hansa-concern. En de eerste Borgwarts die reden dan ook onder de naam Hansa. En dat heeft zo geduurd. Je had de Hansa 1500, je had de Hansa 1800. En dat heeft zo geduurd tot, ongeveer 1955. Ja, toen, maar nou maak je een hele grote sprong. Want, ja. Daartussendoor zit de oorlog. Daartussendoor zit de oorlog, ja. In de oorlog is het fabriekscomplex in Bremen, want in Bremen werden ze gemaakt, is het fabriekscomplex gebombardeerd. Meneer Borgwart was ook gedetineerd in die tijd. En na de oorlog heeft hij alles weer opgestart. Met eigen kapitaal, daar zat geen vreemd geld in. Heeft hij alles weer opgestart. En is hij weer gaan voortborduren op de naam Hansa. Ja, en daarnaast. Want je zegt net eventjes, meneer Borgwart was gedetineerd. Maar hij had dus helemaal niets met de oorlog, niets met Hitler. Hè? Daar zijn de verhalen verschillend over. Ik kan daar geen ja of nee op zeggen, maar in elk geval, dat is even een duistere periode in het leven van meneer Borgwart geweest. Laat ik het zo maar formuleren. Ja, ja. Ja. En na de oorlog is het weer opgestart? Na de oorlog is het, zijn de ruïnes van het bombardement, die zijn allemaal weer opgestart. En toen is hij dus verder gegaan, ook onder de naam, wat ik zo pas al zei, de naam Hansa. De Hansa 1500, de Hansa 1800. Daar lagen er zelfs dieselmotoren in. En ook, dat was ook een tak van Borgwart, de Goliath en de Lloyd. Maar de belangrijkste was toch wel het Hansa gebeuren. En het was in de jaren, dus begin 50e jaren. Toen reed de Hansa 1800, de Hansa 1500. En toen zeiden zijn medewerkers een keer, man, verbind jouw eigen naam er toch eens een keer aan. Nou, dat heeft hij dan ook gedaan. Ja, zegt hij, maar Borgwart, hij zegt, wat voor Borgwart, 1800, 1500, ja. En toen zeiden zijn werknemers, bedenk nou eens wat origineels, geef er nou eens een naam aan. En ach, zegt hij, was mag meer, dan zou het net als mijn en tweeke Isabella. Het gerucht gaat, maar ook dat, ik ben er niet bij geweest, dat hij in Spanje een vriendinnetje had, die luisterde naar de naam Isabella. En toen werd de Hansa 1500 die werd omgedoopt tot de Borgwart Isabella. En deze auto, dat was de allereerste uitvoering onder de naam Borgwart Isabella. De Hansa 1500 zag er precies net zo uit. Maar dit is de eerste uitvoering van 55, 56 onder de naam Borgwart Isabella. En zo is eigenlijk het concern gegroeid en nog eens gegroeid tot een aantal werknemers van 23.000. En het was 1954. Toen zegt zijn vrouw, die zegt, hoor eens, ik wil een auto voor mijzelf. Nou zegt hij, dat is geen enkel probleem. Ik heb auto's genoeg, zoek je maar een uit. Ja, zegt ze, maar ik wil niet in een Borgwart rijden. Ze zegt, ik wil een Volkswagen Karmagia. Hij zei, je kon wel gek wezen, ik koop toch geen auto bij de concurrent, niks ervan. Nou, dat leidde tot wat
echtelijke commotie, laat ik het zo maar zeggen. Maar het liet onze vriend Karel Borvaart niet los. En hij had er zelfs slapeloze nachten van. En toen is hij eens gaan construeren. En toen heeft hij de Borvaart Isabella Coupé heeft hij ontworpen. Rekening houdend met de lijnen die in de Volkswagen Carmagia zaten. En je hebt daar de Borvaart Isabella Coupé staan. En als je ook goed kijkt naar de lijnen die erin zitten, dan herken je daar echt iets in van de Volkswagen Carmagia. En het eerste ontwerp wat hij dan ook gemaakt heeft, die heeft chassis nummer 2 van de Borvaart Isabella Coupé. En deze auto, ik heb hem zelf al eens gezien, die is nog steeds in familiebezit. Want de auto met chassis nummer 1, nou dat was dan een baslervaartzooi. Dit moest even veranderd worden en dat had veranderd worden. Maar de eerste Borvaart Isabella Coupé met een eigen kenteken, die had chassis nummer 2. En die was voor mevrouw Borvaart en hij is nog in familiebezit. Hij is op het moment knalrood van kleur. Nou, en toen kreeg je dus de sedan, zoals de grijze die we net hebben gezien. Nou, die werd ook wat gemoderniseerd in de loop der jaren. En dan kreeg je de Isabella die iedereen dan wel kent. Dat is, maar die kunnen we straks wel even zien. En die werd gemaakt in 3 uitvoeringen. De standaard Borvaart Isabella. De Isabella TS. Die had iets meer motorvermogen, zat iets meer luxe in. De Isabella TS Deluxe, die had nog meer luxe. Dat was de duurste uitvoering. En ik heb zelf de Isabella TS Deluxe, zelfs met schuifdak. Dat was de allerduurste uitvoering van de Borvaart Isabella. Het was een geweldige wagen. Ze waren technisch onverwoestbaar. Op dit moment ken ik een Borvaart Isabella. Die rijdt in Rotterdam bij meneer Toxopeus. Die heeft 1,3 miljoen kilometer achter de rug. En de eerste motor staat er nog in. Is wel een keer een nieuwe cilinderkop of nieuwe kleppen zijn erin gekomen. Maar het eerste draaiend gedeelte staat nog steeds in die auto. Is dat de DG0625? Komt me heel bekend voor, ja. Ja, ja. Komt me heel bekend voor. Ja, en hebben ze daar dus de eigenaar al, de oorspronkelijke eigenaar al van gevonden? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat Toxopeus zijn moeder heeft er destijds een rijles in gegeven. Dus het is ook geen auto die gespaard gebleven is. Hij rijdt op gas, op LPG. Dat is ook de reden dat de kleppen dus een keer vernield zijn. Maar verder het draaiend gedeelte is nog van eerste uur. En dan praat je over 1,3 miljoen kilometer. Ja, nou, dat is nou al, nou, deze moderne, met de moderne techniek is het al absurd veel. Hè? Ja, nou goed, er moest natuurlijk ook een cabriolet komen van Borvaart. En Borvaart heeft zelf nooit een cabriolet gebouwd. Maar die gingen naar de firma Deutz in Keulen. En die bouwden dan, als je een coupé had en je wou hem tot cabriolet hebben, dan bouwde de firma Deutz de coupé om tot cabriolet. En ook de Isabella Sedan, die bouwde die ook om tot cabriolet. Ik heb zelf ook zo'n cabriolet. En dat waren vrij kostbare auto's. Kijk, als je nou eens kijkt, die Isabella Coupé, die kostte in 1956 16.000 Nederlandse guldens. Daar kocht je 4 VW-kevers voor. Het was een vrij dure auto in die tijd. Ja, en de bakker en de kruidenier die wilden ook wel graag in een Borvaart rijden. En toen heeft hij ontworpen de Borvaart Combi. De eerste combi's verschenen ook in 1955. En die zijn vrij zeldzaam. Want ja, mooi weer of slecht weer, sneeuw op de straat, pekel op de weg. De Borvaart combi moest bij de straat. De bakker en de kruidenier, Nering doenende, die moesten dus met die auto bij de weg. Ik heb er 2 van. En ook alle 2 met een eigen verhaal. Die zijn redelijk zeldzaam. Goed, maar de techniek ging verder. En Borvaart wou eens wat nieuws. En toen heeft hij ontworpen de Borvaart P100. Dat was met 6-cilinder motor. Het was in wezen een verlengde Isabella motor. Want hij heeft er gewoon 2 cilinders bij aangebouwd. De zuigers, kleppen, drijfstanglagers zijn identiek als die van de 4-cilinder Isabella. Maar het bijzondere van de P100 is, dat was de eerste auto op luchtvering. En dat luchtveringssysteem, die is te vergelijken met wat men tegenwoordig bij de cabines van vrachtwagens gebruikt. Naast de motor staat een compressor.
Bij elk wiel is een luchtbalg, die wordt dus opgepompt. Die wordt opgepompt door de compressor. En de druk wordt geregeld door ventielen. En ja, het was in die tijd was het een hele exclusieve auto. Meneer Borvard reed zelf ook in een Borvard P100. De naam P100 die is afgeleid van paardenkracht, veerdersterke, P dus. En hij had 100 pk, vandaar de naam P100. De P100, nadat Borvard dicht gegaan is, dat zal ik zo even vertellen hoe dat gegaan is. Nadat dus Borvard dicht gegaan is, de P100 nog een tijdje gebouwd in Mexico. Ik heb zelf de eer gehad om eens een keer in Mexico te komen en te zien waar ze gemaakt werden. Alleen het systeem luchtvering was voor de Mexicanen te moeilijk. Die hebben er gewoon weer schroefveren onder gezet. Maar er zijn nog ongeveer 2.500 exemplaren tot in de 70e jaren in Mexico gebouwd. Ja, en hoe is Borvard aan zijn einde gekomen? Triest. Mensen zeggen wel eens Borvard is failliet, maar Borvard is nooit failliet gegaan. Het verhaal komt in het kort hierop neer, het was 1961. Toen stond het hele terrein van Borvard stond vol met auto's. De export, met name naar de Verenigde Staten, stagneerde. En ja, dan kun je wel alleen financierder zijn, of zoals de Duitsers dat noemt, alleininhaber. Het water kwam hem toch dicht aan de lippen. En toen heeft hij dus contact gezocht met de stad Bremen, de Senaat van Bremen, hè, wat men nu het gemeentebestuur noemt. Hij zegt, hoor eens, ik moet even wat financiële armslag hebben. Kunnen jullie mij even over deze malaise heen helpen? Dat komt allemaal goed. Ik heb 23.000 mensen aan het werk. Deze malaise komt wel weer te boven, maar ik moet even geholpen worden. Nou, dat is op zich een hele drama geweest. Het einde van het liedje was dat de stad Bremen heeft gezegd, nou oké, je bent 73 jaar op het moment. Wij willen je helpen, alleen dan moet jij afstand doen van je bedrijf. Oh, zegt hij, nooit. Ik heb het allemaal opgebouwd met mijn eigen handen, mijn eigen portemonnee. Nooit. Wat was een stijfhoofdig iemand hoor, op zijn Groningen en stiefkop. In elk geval, ja, maar dat water kwam steeds dichter bij die lippen. En toen moest hij wat, is hij weer een gesprek aangegaan. En het was al diep, ja, in de avonduren, misschien wel al in het begin van de nachtelijke uren. Toen heeft hij eindelijk afstand van zijn bedrijf getekend. En toen heeft de stad Bremen aangesteld als bewindvoerder een zekere dokter Semmler. En dokter Semmler was commissaris bij BMW. Nou, met een klein beetje fantasie kun je dan wel nagaan hoe Borvard aan zijn einde gekomen is. Waar staan de letters BMW aangekomen? Ja, Bayerische Motorenwerken, maar ik heb diverse Duitsers gehoord die die tijd hebben meegemaakt. Die zeggen, weißt du was BMW bedeutet? Borvard moest weg. Ja, zo was het. Ja, dus Borvard is dus nooit failliet gegaan. Toen het concern gesloten was, doordat er geen afname was, door negatieve publiciteit in de kranten, enfin, en ook door de naam BMW die eraan verbonden werd, is alles verkocht. Alles is naar Mexico verkocht. En alle personeelsleden, toeleveringsbedrijven, schuldeisers hebben allemaal hun geld gekregen tot de laatste cent. Toen waren er nog enkele miljoenen D-mark over. En dat is naar de familie Borvard gegaan. En daar geniet de familie nog van heden te dagen. Want met enkele miljoenen kun je ver komen. Ja, en jullie genieten nog als vereniging, Borvardvereniging, nog altijd van de Borvard. Ja. Bert, je bent zelf voorzitter. De vereniging is, dacht ik, in 1962... opgericht? Nee, ik heb hem zelf opgericht in 2005. Oh, in 2005? 2005, ja. En hoe kwam daar over de hele wereld zijn Borvardclubs? In Amerika, in Zuid-Afrika, in Nieuw-Zeeland, noem maar op. Overal Borvardclubs. En wij als buurland hadden geen Borvardclub. Nou ja, toen heb ik het initiatief maar eens genomen. En dat heeft geresulteerd dat er een Nederlandse Borvardclub is. Kort weggenoemd BNC, of nee BCN, Borvard Club Nederland. En dat draait geweldig. We hebben zo'n 80 leden. We hebben één keer per jaar hebben we een driedaagse meeting. Dat hebben we dit jaar gehad in het Limburgse Sittard. En volgend jaar hebben we dat in de provincie Utrecht. En dat is vreselijk gezellig altijd. Ja,
En dan hebben we dus ook een najaarsrit. Dat vindt dit jaar plaats op 2 oktober. Vertrek is vanaf Zwolle. We hebben ook een vertrek alles gehad hier bij Westerbroek, bij Groningen. En dat doen we dan verspreid over het hele land. Want anders zijn iedere keer dezelfde mensen, die zijn de klos die veel kilometers moeten rijden. En dat hoor je wel eens van andere verenigingen. Het zijn altijd dezelfde die dan lange afstanden moeten rijden. Ja. Dus we doen dat wat gespreid door het hele land. Wanneer heb jij je eerste Borgwart gekocht? Mijn eerste Borgwart heb ik gekocht in 1964. En dat was mijn dagelijkse gebruiksauto. Kenteken ken ik nog precies, XK5595. Maar toen waren de Borgwarts niks waard, want ja, de fabriek bestond niet meer. Iedereen die zei, ja, hoe wordt het straks met onderdelen, noem maar op. En toen kreeg ik een roestplekje aan een portier, zo groot als een Rijksdaalder. Ik denk, weg met dat ding. Ik ben ermee naar Zwitserland zelfs geweest. Ik denk, weg met dat ding. Nou, toen kon ik hem verkopen voor 300 gulden. Nou, en nou betaal je bij wijze van spreken voor een oude roestige schroep 300 gulden. Ja, want het is nu dus echt, het zijn liefhebbers, hè, die dus nu het Borgwart hebben. Ja, het zijn allemaal liefhebbers, ja. Hij wordt nog wel eens verwisseld met de naam Wartburg. En met alle respect voor Wartburg, hoor, dat maar in elk geval, Wartburg was een heel ander type auto. Er was ook een tweetakt. Nou, Borgwart is dus een viertaktmotor. En Wartburg was een Oost-Duitse, Borgwart een West-Duitse, werd gemaakt in Bremen. De Wartburg die kwam uit Eisenach en de Borgwart kwam uit Bremen. Ja. We hadden het net eventjes over de liefhebbers, want als je dus de internetsite van de Borgwart Club bekijkt, dan weet eigenlijk iedereen de hele historie van zijn auto. Ja. Zelfs chassisnummers zijn bekend, hè? Ja. Die hebben wij op onze website staan. Daar kun je ook precies zien van welk bouwjaar een auto is, als je het chassisnummer maar kent. Ja, en zo heeft elke auto heeft eigenlijk een verhaal. Ja. Ook de auto's die hier staan, ik kan bij elke auto kan ik wel een verhaal vertellen. Dat, nou, ja. Begin eens heeft hij. En niet al te lang, want je kunt wel uren praten, ja, over je Borgwart. Ja. Ja, maar ik wil toch eventjes in het kort de geschiedenis van Jan Borgwart. Want je hebt dus een stuk of 7? 7 stuks, ja. Allemaal verschillend. Goed. Nou, ik heb dan een Borgwart Coupé. Die Borgwart Coupé heb ik geïmporteerd als restauratieobject uit Californië. En die auto die is voor het eerst gekocht als nieuw in 1958 door de filmster Lana Turner. En toen was die paars van kleur. Nou, ik durfde hem die kleur niet weer te geven. Maar ja, wat wil je, 50 jaar, een rock and roll, Hollywood, pink, paars. Ja, dat paste precies. Ja, dat is de coupé. Dan heb ik een Borgwart Combi, een origineel Nederlandse auto. Die heb ik gekocht in Zeeland. Ik wist hem te koop. Ik heb er achteraan gebeld, ik had de auto niet gezien. Ik kreeg er een mevrouw voor, Ella Hagen heet ze. Ik zeg tegen Ella, u hebt een Borgwart te koop. Ja, dus ik zeg, hoe is die auto? Nou, zegt ze, papa heeft er altijd in gereden. Ja, en hij heeft altijd goed gereden, maar hij staat al 21 jaar stil. Ik zeg, nou, hoe is het? Zit de motor vast? Ze zegt, wat betekent dat? Ik denk, nou, hier hoef ik niet verder naar te vragen. Ik heb ongezien een bord gedaan. En s'avonds belde Ella terug en ze zegt, nou, papa vond het wel goed. Nou, die auto is hier naartoe gekomen en de motor had ik vrij snel aan de praat, maar ik heb de remmen helemaal vernieuwd. En toen heb ik Ella beloofd, als die helemaal weer rijvaardig is, komen mijn vrouw en ik een keer naar Zeeland, dan kan papa die auto nog een keer zien. Nou, dat is dan ook gebeurd, maar Ella zei van tevoren, stel je van papa niks meer voor, hij is 86 jaar. Hij weet niks meer, hij kent niks meer, hij dementeert, hij heeft Alzheimer, hij zit de hele dag in een hoekje en helemaal niks. Nou, goed, we gingen toch naar het verzorgingstehuis en als er aan denk kreeg nog een brok in de keel. Papa kwam eraan achter de rollator, centimeter voor centimeter schoof hij vooruit. Hij zag die auto, hij ging er rechtop staan. Het was net of het hele bewustzijn opengeklapt werd. Dat is mijn Borgwart. Ik werd er koud van. En hij had er zelf wat vloerbedekkingen gemaakt van tapijt. En dat heb ik erin gemaakt. En die auto is gemaakt door meneer Karl Wilhelm Friedrich Borgwart uit Bremen. Nou, ik werd er koud van. Ik ben met de oude baas aan de rit geweest. En nou, Ella vertelde nog, de hele week daarop volgend heeft hij niks anders gedaan dan over die auto praten. En drie weken later was hij dood. Heel tragisch, maar heel aangrijpend. Maar hij
heeft nog eventjes in zijn borg. Ja hoor, hij heeft erin gezeten. Ik heb er foto's van. Ja, geweldig. Ja. 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 Dat fascineert mij ook zo van alle leden van jullie club, hè, dat ze dus zo betrokken zijn bij die auto. Ja, dat is ook zo. Ja hoor, absoluut. En het is ook vaak, het zijn ook vaak leden waarvan de familie, pa had vroeger een Borvaart of opa of oom. Het is vaak iets wat ja, door overlevering vanuit de familie ontstaan is. Ja. Ja. Dat is bij jou niet zo geweest, hè? Nou ja, ik heb zelf in de 60e jaren heb ik een Borvaart gehad en die tik is altijd een beetje gebleven. En toen ben ik in de 90e jaren ben ik weer met één begonnen. Ja. Ja. Je doet alles zelf, maar daar komen we straks nog eventjes op terug. Want we waren even bezig met het vertellen over welke auto's dat je zelf hebt. Ja, nou, ik heb net de coupé, de cabriolet, de sedan cabriolet. De combi van de meneer uit Zeeland. Nou, dan staat hier een Borvaart P100, de luchtgeveerde, waar ik zo pas al even over gepraat heb. Auto heeft ook weer een verhaal. Die is de wereld rond geweest. Die auto die is gekocht door een Japanner. Die werkte in Bremen, in Duitsland, waar die auto gemaakt is. En die Japanner die ging terug naar Japan, heeft die auto meegenomen. En toen kreeg hij werk aan de oostkust van Amerika, omgeving New York. Heeft die auto weer meegenomen. Toen kreeg hij werk in Californië, omgeving Seattle. Heeft die auto meegenomen. Toen moest het een en ander aan gebeuren. Daar is die blijven staan. En ik heb hem daar gekocht. Ik heb hem weer geïmporteerd in Bremen. Dus hij is precies de wereld rond geweest en dan staat hij hier. Dat is de luchtgeveerde. Ja. Geweldig. Ja, mooi hè. Ja. Dan staat daar ook nog een Borvaart combi. Die blauwe. Dat was ook een bedrijfsauto van iemand die een hete luchtverwarming deed. De man heet Frans Rochmans. Ik heb hem zelf van Frans Rochmans gekocht in Californië. En als je naar de bumper kijkt, dan zie je daar twee vlaggen op zitten. Meneer Frans Rochmans was van geboorte een Duitser. En je ziet daar de Duitse vlag. En zijn vrouw heette Fabiola. Die kwam uit Guatemala. En je ziet op de auto ook de vlag van Guatemala. Ik heb dat er mooi op laten zitten. Ja. Alle auto's zijn origineel? Zijn allemaal origineel. Onderdelen zijn origineel? Alle onderdelen zijn origineel. Ja, absoluut. Hoe kom je daaraan? Nou ja, dat is vreselijk moeilijk. Er zijn diverse dingen die worden wel weer geproduceerd. Gereproduceerd moet ik eigenlijk zeggen. Dat is natuurlijk wel heel, heel plezierig, zoals nieuwe bumpers zijn te krijgen. Maar rij je bijvoorbeeld een spatscherm in elkaar, of je moet een spatscherm vervangen om welke reden dan ook. Om een origineel spatscherm te krijgen is heel moeilijk. Ze zijn wel weer gereproduceerd uit kunststof, maar... Ja, deze die ik hier allemaal heb staan zijn allemaal nog met de eerste spatschermen, want dat is te controleren. Want onder de motorkap staat een nummer. Dat is niet het chassisnummer, die staat er ook wel, maar er staat een ander nummer. En in elk los deel, spatscherm, portieren, als datzelfde nummer daarin staat, dan kun je zeggen, die zijn er van het eerste uur, zijn nooit vervangen. En dat is wel mooi om te weten. Ja. Ja, absoluut. Je bent van beroep onderwijzer geweest, ja. Hoofd van de school. Ja. Hoe kom je aan die technische tip? Nou ja, ik heb altijd instelling gehad, als je er belangstelling voor hebt, dan kun je zelf heel veel. Men is al gauw geneigd dat bepaalde dingen, dat je sowieso al zegt, ach, dat is voor een vakman, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Wat ik heb mij er zelf in verdiept, hoe de motoren werken. Ik haal ze zelf ook uit elkaar en kom ik voor een probleem die ik niet kan oplossen. Vier huizen van mij af heb je garage De Groot. Die jongens die helpen mij dan wel even. Ik heb een hele goede kennis, die heeft in Groningen een garagebedrijf, Vincent van der Velde. Die heeft ook Borvaart, die helpt me dan ook wel even. Maar merendeel kan ik allemaal zelf doen. Ik heb het zelf aangeleerd en wat ik niet weet, dat vraag ik wel. En voldoende onderdelen? Ik heb verschrikkelijk veel onderdelen. Maar ja, dat zeg ik... Een ongelukje zit in een klein hoekje, krijg maar een aanrijding of wat anders. En ik moet een scherm of een portier of wat dan ook vervangen. Ik heb het van alle types die hier staan op de zolder liggen. En ja, het is vreselijk makkelijk. Ik ben op dat soort dingen voorbereid. Motorkappen, noem maar op, alles. Voorbruggen, achterbruggen. Bij jou thuis is het bijna een Borgwaardmuseum. Jij zegt het. Zijn er meer van zulke Borgwaardgekken?
Ik heb natuurlijk tussen aanhalingstekens. Nou ja, goed. Eigenlijk iedereen die een boorvaart rijdt is wel een boorvaartgek. Want ze zijn allemaal vreselijk gecharmeerd van de boorvaart. Ik heb gelukkig de ruimte dat ik hier 7 kan hebben staan. En dat is natuurlijk wel een heel voorrecht. En vandaar ook dat hier ook 7 terechtgekomen zijn. Als ik geen ruimte had, had het niet gekund. En ik weet zeker dat wanneer andere clubleden ook deze ruimte hadden, veel wonen in het Westen, dan hadden ze ook meer boorvaarts. Maar er zijn diverse clubleden die toch wel 2 of 3 hebben. Ja. Absoluut. Boorvaarts betekent heel veel voor je. Ja. Ja, de vereniging, zelfs de tijd is boorvaart, hè? Ja. Ja. Het is, ik heb zelfs een boorvaarthorloge om. Ja, een boorvaart shirt aan van de boorvaartclub. Ja. En ik ben ook nog voorzitter van de Oldtimer Vriendenclub Oost Groningen. En toen vroeg mij eens een keer iemand die zegt van, wat is nou het verschil tussen zo'n club als Oost Groningen en de boorvaartclub? Ik zeg nou, als we bij de club Oost Groningen zijn, dan praten we over auto's. En als we bij de boorvaartclub zijn, praten we over boorvaarts. Nou, daar zit eigenlijk alles in. We hebben het over die oldtimers. 2 maanden geleden een prachtige rit gestart in Veendam. We hebben de beelden ervan laten zien. Ja. Wanneer zien we dus al die boorvaarts eens een keertje samen in Veendam? Ik wil mijn beste wel voor doen om een rondrit te organiseren. Die vertrekt vanuit Veendam. Maar wat ik al zei, we doen het altijd gespreid door het land. En ik heb het al een keer samen met mevrouw Ria, die altijd volledig achter mij staat, heb ik het al eens een keer georganiseerd hier vanuit het noorden. Maar ik laat je het weten, zo gauw iets hier in het noorden weer komt. En we hebben Boorvaart maakt zelfs wijn. Hè? De Boorvaart wijn. Ja. Prachtig. Alles in je leven staat eigenlijk in het teken de laatste jaren van Boorvaart. En van mijn vrouw natuurlijk. Hè? Ja, want zonder vrouwen zijn we nergens. Nee hoor. Ja. Zo is het. Zo is het. Zo is het, ja, zeker weten. Ik wens jou heel veel succes en ik hoop heel snel tot ziens met al die boorvaarts in Veendam. Ik ga mijn best ervoor doen, absoluut. Tot zover ons interview met Bert Haan over zijn hobby, het automerk Boorvaart. En er is goed nieuws voor hem, want BMW betekent straks weer Boorvaart macht weiter. De familie Boorvaart heeft plannen om de productie weer te hervatten.